Dan. Misschien heeft u het wel uitgebreid samen gevierd. De afgelopen zaterdag was het Landelijke Burendag. Nou, we houden dat thema hier nog even vast. Want dankzij de buren van deze snackbar in Den Haag kunnen we de volgende zaak hopelijk heel snel oplossen. Terug naar woensdagavond 28 juni, iets na 9:30 s'avonds. De politie doet onderzoek in winkelcentrum Passage Kraaienstein, waar net cafetaria Starhapjes is overvallen. Even eerder is er een man binnengestapt die meteen een vuurwapen op een 34-jarige medewerkster richt. Terwijl de klanten onder de tafels doken om te schuilen, riep de man dat hij money wilde. En heeft hij zelf achter de toonbank de kassa leeggegraaid. Met de buit is hij daarna te voet gevlucht. Links de brug over, in de richting van de Margaretha van Hennepbergweg. Ja, meneer Gooit nu aan de lijn. Meneer Gooit, helaas zijn er geen beelden van de overval zelf. Maar toch hebben we vanavond een hele goede kans om die overvaller te vinden. Ja, dankzij de buren van cafetaria Starhapjes namelijk. De snackbar zit zoals gezegd in winkelcentrum Kraaienstein. En daarnaast zit een filiaal van supermarkt Hoogvliet. We ontdekten al heel snel dat daar camera's hangen die de overvaller hebben vastgelegd. We hopen dat mensen hem vanavond herkennen of hem zich kunnen herinneren. Het is een donker getinte man die avond vrij opvallende kleding droeg. Nou, alle tips daarover zijn natuurlijk welkom. Dank meneer Gooit voor de toelichting. En wij gaan dus samen snel kijken of we iets herkennen. Na 9:00 wordt deze man gefilmd door de bewakingscamera van de Hoogvliet supermarkt. Vlak hierna zal hij cafetaria Starhapjes met zijn wapen binnenstappen. De overvaller droeg die 28 juni een wit vest of bodywarmer met capuchon met gestreepte gekleurde mouwen. Zijn trainingsbroek lijkt van Adidas en hij had een gele tas bij zich. Hij is rond de 30 jaar, vrij lang, 1,90 meter en heeft dus een donkere huidskleur. Kijk de beelden terug op onze site en tip.